your information. Bent u ervan op de hoogte dat de EU-CELAC een der oudste mechanismen van politieke samenwerking voor biregionale relaties tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is om het drugsprobleem aan te pakken en in te dammen? Het doel van de EU-CELAC is om de dialoog tussen de twee regio's over de bestrijding van internationale drugscriminaliteit te verbeteren en de effectiviteit van de regionale en internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van de internationale drugs- en gerelateerde criminaliteit te verhogen. Bent u ervan op de hoogte dat Suriname vanaf 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2018 fungeerde namens de Community of Latin America and Caribbean Countries, CELAC, als co-president van het coördinatie- en samenwerkingsmechanisme op het gebied van drugs tussen de EU-CELAC-regio en de Europese Unie? Suriname wil haar positie met betrekking tot het drugsbeleid gaan richten op een duurzame benadering waarbij de veiligheid, gezondheid en welzijn van de mens centraal staat. Ook wil Suriname investeren in wetenschappelijk onderzoek en verder willen wij de samenwerkingsverbanden verstevigen met landen, regionale en multilaterale organisaties. In deze approach is het de bedoeling dat er een geïntegreerd, gebalanceerd en duurzame ontwikkelingsstrategie wordt ontwikkeld en uitgevoerd wordt om het drugsprobleem te minimaliseren en of tegen te gaan. Dit in overeenstemming met resolutie 67/193 van 20 december 2012 van de Verenigde Naties. Bent u ervan op de hoogte dat Suriname vanwege haar goede prestaties is gevraagd om de 21ste EU-CELAC High Level Meeting op 20 en 21 juni 2019 te hosten? De landen van de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied committeren zich om op regelmatige basis drugsinformatie, best practices en ervaringen met elkaar te delen. Dit geschiedt met de experts van de specifieke interventiegebieden uit de verschillende landen. For your information.